durf nu wel te zeggen dat ik blij ben met de film. Dat duurt altijd heel lang voordat ik dat durf te zeggen, maar ik denk ja, hij is goed, hij klopt en nu durf ik hem wel te laten zien. Vind je het spannend om de film te laten zien? Ja, ik vind het een van de weinige films waar ik een vorm van nervositeit heb. En waarvan ik niet weet wat de uitkomst is. En het is een hele intieme film. Dus ja, dan ben je altijd een beetje beducht. Wat vinden mensen ervan? Is het niet ervan? Wat vindt u zo van het boek? Ja, een prachtig, maar ook heel aangrijpend, vreselijk boek. Omdat het over zo'n thema gaat waar iedereen misschien wel eens aan denkt. En wat je nooit hoopt mee te maken. Dat is echt het ergste wat een ouder kan overkomen. En als je dat dan zo mooi kan beschrijven, dan heb ik daar ook diepe bewondering voor. Het is een prachtig, heftig, schitterend, emotioneel, afschuwelijk verhaal. En wat het gaat doen met qua film, dat vind ik spannend. Ja. Ik vind het niet slecht dat regisseurs, producenten zich wenden tot een al bestaande roman om daar een film naar te maken. Ik vond het een hele goede film. Als het een slechte film was geweest, ja, dan ik denk dat ik in dit geval dat niet voor me had kunnen houden.